Hey lords van Lekker Serieus, ik ben Demi en vandaag zien jullie op het beeldscherm Clash of Clans. Nou, we zijn hier in Clash of Clans jongens, dit is mijn dorp, Darktithe heet ik. Ik ben level 9, starters level 9 ja. Dit is mijn base, ik heb het hier een beetje opgedeeld in verschillende vakken, zoals je ziet. Hier een vak, hier een vak, hier een vak en hier een vak. En daar zitten dan zeg maar mijn goud en elixir in. En zo bescherm ik het dan een beetje met tovenaarstoren en hier de kanonnen en de boogschutstoren. Maar op Lekker Serieus ga ik dus voor jullie Clash of Clans recorden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zet ook in de reactie of laat een like achter sowieso of jullie dit leuk vinden. En wat ik altijd als eerst doe in Clash of Clans, de pompjes en de mijntjes en de 1000 elixir boordjes. Alles even lekker legen. Zodat het niet gejat kan worden. Er staat bij mij nu een schild van 10,5 uur. Zoiets. Iets langer dus, 50 minuten. En ik zit ook in een clanoorlog. Ja, dat kan ik ook zo meteen aan jullie laten zien. Maar wat altijd eerst mijn tactiek is en wat jullie een beetje kunnen verwachten op Lekker Serieus, is dat ik mijn tactiek hier een beetje ga bespreken van wat volgens mij het beste is. En om jullie misschien wel een beetje te helpen of dat jullie vragen hebben, dat jullie een reactie kunnen zetten van wat ik misschien kan behandelen. Bij singleplayer heb ik 150 sterren gehaald, dus dat is in ieder geval, chill. Het is best moeilijk, je moet wel een heel hoog level zijn, een beetje level van mij of level 80. In ieder geval ligt eraan wat voor mannetjes je hebt, zoals hier. Een beetje rond de level 5, 6, daar kom je er op zich wel. Je moet niet met draken level 1 aanvallen op de laatste base, zoals de Sorbetorens. Ja, want dat haal je gewoon niet. Dat is echt moeilijk. Ook zie je hier op het beeldscherm, zeg maar. Ja, zo'n witte rond dingetje, dat is zeg maar waar ik mijn vinger plaats. Dus dat is ook wat chill. Dan kunnen jullie het ook hier een beetje zo zien van plop, 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 dat ik hier gewoon tik. En dan kunnen jullie ook zo zien, hier zo inzoomen. Dat is gewoon een extraatje. Ik hoop dat het niet vervelend is, anders moeten jullie dat ook even aangeven. En ja, zo gaan we hier een beetje op Lekker Serieus beginnetje maken. En zo bouwen we telkens hierdoor. Ik ben nu ook aan het uppen, boogtorens. En hier heb ik er al eentje, hier en daar, daar. Ik hoef er nog maar één en dat is echt chill, want die dingen zijn flink duur. Echt flink duur. Alles is hier eigenlijk rond mijn level duur. Zoals je hier ziet, deze waren dan 4,3 mil, deze 4,5, deze zelfs 5. 5,4 al bijna. Deze zijn dan 3 mil, dus dat valt mee. Op zich ga ik die ook wel weer uppen binnenkort. Dus dat kunnen jullie ook allemaal zien en verwachten en me aanvallen, wat de tactieken zijn. Ik laat wel eerst even de clan zien aan jullie. De clan, ik zit nu nog in Dutch Masters, maar als jullie misschien iets hebben van hey, ik speel Clash of Clans, ik wil wel bij jou in de clan. Kunnen we een Lekker Serieus clan aanmaken? En dat lijkt me gewoon super vet. Gewoon een Lekker Serieus clannetje aanmaken. Kunnen we gewoon met alle diehard fans, gewoon mensen die mee willen spelen, kunnen daarin komen. En dan, hebben we gewoon een leuk groepje bij elkaar, toch? Ja, toch. Lekker serieus clannetje. Gaan we even lekker aanvallen met z'n allen clanbartje hier en daar. Dik alles ver, alles winnen. Want we zijn natuurlijk wel pro, hè. We zoeken pro mensen. En zoals jullie zien, Barbarenkoning, level 10. Als hij op level 10 is, kan hij weer een extra talentje krijgen. Dus dan wordt hij sterker als je de woede aanzet. En hier, de koningin die slaapt. Ja, die is dus helemaal uitgeput van de oorlog. Nou, mijn tactiek is in ieder geval hier altijd bij mijn dorp. Want je ziet hier mijn kanonnen. Deze zijn natuurlijk nog heel erg goedkoop en deze weer duur. Dus dan vraag je eens van, Demi, waarom doe je niet eerst de goedkope daarna de dure? Mijn tactiek is dus, boogschutters die schieten op de lucht en de grond mannetjes. Dus dan kunnen ze eigenlijk alles beschieten, zeg maar. Dus deze worden dan sterker. Dus dan kunnen ze ook sneller de mannetjes uitschakelen. Die kanonnen die kunnen alleen maar de grond. Dus daarom ga ik ook naar deze boogschutstorens. Als ik daar klaar mee ben, dan ga ik ook de tovenaarstorens doen. Want die zijn ook lucht en grond. Dus die worden dan ook weer sterker. En dan kunnen ze gewoon alles aan. Hier had ik de luchtafweer als eerste toen ik level 9 was. Toen had ik dus de luchtafweer naar level 7 gebracht. Het is echt flink eens duur, want dat is ook 4,3 miljoen. Heb je natuurlijk niet zo snel. En al helemaal niet als je echt diehard elke dag aanvalt en superveel loot krijgt. Want ik heb even deze periode met school was ik natuurlijk druk. Ja,
Daar heb je natuurlijk niet zo snel veel tijd voor. Boogjes. Hij wil boogjes? Nou, dan krijgt hij geen boogjes, want ik heb geen boogjes. Ja, zo simpel is dat hier. Ik val dus niet zo heel veel aan wat ik al zei. Misschien nu in deze vakantie. Ik heb nu vakantie. Dus misschien val ik wel iets meer aan. Even kijken, mijn laboratorium. Ik doe nu de hele. Deze ballonnen heb ik al max up. Heal potions, die en die. Dan doe ik de hele nog. Want op zich, ja, ik kan helemaal niks meer uppen hier qua elixir. Dus dat is echt gewoon, ja, jammer. Best kloten. Voor de rest, het laboratorium, daar heb ik niet zoveel tijd aan besteed. Dus dat ga ik dan nu even doen met mijn elixir. En ja, dat gaat nu ook even binnen de paar weken gebeuren. Dan ga ik eerst weer die barbaar of die reus of wat ik maar wil uppen. Dan doe ik nog even deze P.E.K.K.A. Want dat is ook wel handig. Als je dat eens een keer wil gebruiken voor een clan bar of wat dan ook. En dan laat ik nu heel even de clan bar zien. We staan nu achter 14-17. Ik hoop dat we die gaan winnen. Ik weet het niet. Vorige aanval had ik op nummer 9. Die ging echt gewoon slecht. Ik hoefde serieus echt nog maar 1%. Ik laat het gewoon zien. Tjitje. Het ging zo slecht. Kijk, 48% heb ik gehaald. Oh mijn god. Met mijn kwaliteit van mijn mannetjes en zo moest ik deze makkelijk 2 sterren. Eigenlijk ging ik er ook gewoon voor de 3 sterren. Dus ik spoel hem heel even door. Ja, het ging echt slecht. Ik zat hier zo hard te kloten. Kijk dan. Dikke verspilling van ballonnen. Nou, dan gaan deze gunstelingen erop. Hier, hoppatee. Wop, 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 wop. Hey, gaan lekker helemaal kapot. Kijk, deze koningin zet ik nu in. Dat is ook het laatste mannetje die daarop gaat. Kijk, die gaat nu lekker schieten. Dus dan denk je, oh ja, chill. Hey, hij gaat op het stadhuis. Hè? Doe even lekker de spreuk aan. Oké, wat er hier gebeurt. Kijk hoeveel levens dat stadhuis nog heeft. Gast. Kijk dan. Het is geëindigd echt op zo'n minuscule stukje. Had ik gewoon 2 sterren gehaald. Nu heb ik gewoon geen loot. Als we nu de clan war winnen, heb ik gewoon geen loot. Ja, dat is echt dat is zo slecht. En dan ook nog gewoon in zo'n opname dat ik wilde gaan opnemen. Echt, ja, het is echt zo jammer dit. Maar voor de rest, ik ga nu weer de volgende aanval doen. Mijn laatste aanval. En dan probeer ik in ieder geval, ja, sowieso die laatste even 3 sterren te maken. Dus dan hebben we in ieder geval nog iets aan in onze clan. En dan kan de rest in ieder geval de hogere wat pakken. Want ik sta er 8e op de clan. En ja, dan hoop ik dat het sowieso zo gaat gebeuren. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. In ieder geval het beginnetje, het intro duzeetje van Lekker Serieus Clash of Clans. Vonden jullie nou leuk? Doe een like. Wil je in de clan? Laat een reactie achter. Verbeteringen. Vinden jullie dit chill met dit witte streepje? Als ik hier klik, dat je dat dan ook ziet. Het is wel handig, lijkt mij. Maar ik weet niet of het ook zo op het beeldscherm fijn is om te zien. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Ik zie jullie in ieder geval sowieso bij de volgende aflevering. Want dit ga ik meer gaan recorden voor jullie. Ik vind het sowieso leuk. Leuke game. En ik hoop dat jullie ook leuk vinden. Dus kunnen hier beneden op het knopje. Lekker serieus. Helemaal gratis. En ja, dat vinden natuurlijk alle Nederlanders fijn om lekker te doen. Of niet? Jongens, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Later.